Tegenwoordig ontstaat er bij steeds meer mensen de behoefte om alles wat hen bezighoudt te delen via het internet. Voor sommigen ontstaat er op deze manier een nieuwe hobby, bloggen. In de modewereld beginnen dit soort blogs en bijbehorende bloggers steeds belangrijker en invloedrijker te worden. Zogeheten modebloggers zitten vooraan bij modeshows, struinen wekelijks allerlei evenementen af en krijgen massa's kleding thuisgestuurd. Tijd om deze uit de hand gelopen hobby eens van dichterbij te bekijken. Ik ben in eerste instantie met een blog begonnen, denk 2 jaar geleden, die ik eerlijk gezegd zelf niet zo heel serieus nam. Ik was gewoon nieuwsgierig geworden naar andere blogs en om te kunnen reageren op hun blogs had ik er zelf één nodig. Dus dat is vooral mijn drijfveer geweest om er zelf eentje te maken. Maar toen bleek ik het eigenlijk heel leuk te vinden en dacht ik, ja, ik ben nu aan het prutsen in een blog die ik zelf eigenlijk niet leuk vind, die ik zelf niet eens zou lezen. Dus ben ik gaan nadenken over hoe een blog eruit zou zien die ik wel graag zelf zou willen lezen. En heb ik een eigen domein aangevraagd. En ben ik daar wat serieuzer begonnen. De laatste keer dat ik heb gecheckt, dat was denk ik 1 maand geleden of 2 maanden geleden. Toen had ik er tussen de 35.000 en de 40.000 unieke bezoekers per maand. De evenementen komen me eigenlijk letterlijk aanwaaien. Die krijg je gewoon uitnodiging in je mail of PR-bureaus vragen je of ze je aan, hun bestand toe mogen voegen. Dus inmiddels heb ik contacten dan met verschillende PR-bureaus en met de een wat meer dan met de ander. En die kunnen jou uitnodigen, ook voor bijvoorbeeld Fashion Week. Je maakt foto's, je schrijft erover wat je wilt. Wil je er niet over schrijven, dan doe je dat niet. Maar ik moet op een gegeven moment wel selectief gaan worden in waar je nou eigenlijk echt graag naartoe wilt. Wat ook interessant is om nog over te schrijven. Want ik studeer en werk ook nog eens, dus het is niet dat ik naar elk evenement ga waar ik een uitnodiging voor krijg. Ik kies een beetje degene uit die mij aanspreken. Van ik denk dat het leuk is van tevoren, maar dat weet je ook niet altijd. En als echt achteraf blijkt dat het gewoon echt niet zo heel leuk was, dan schrijf ik er ook niet over. En je hebt dezelfde passie voor mode en dus je ontmoet een hele hoop mensen die dat met je delen. Dat vind ik gewoon bijna een van de leukste dingen die ik eraan overgehouden heb. Gewoon de contacten, leuke mensen, gezelligheid. Nou, ik zou het bijna waardevol willen noemen. Ik vind het heel erg mooi om te zien dat meiden, dat naast zeg maar magazines, tv, dat er gewoon hele normale meiden eigenlijk een medium hebben gevonden om zichzelf te profileren en hun stijl te profileren. Ik benader ze om foto's te maken met mijn collectiestukken. Dus elke maand zoek ik 1 blogger en die krijgt 1 nieuw ontwerp of variatie op een wat ouder ontwerp. En die krijgt eigenlijk de vrije hand met dat stuk. En de beelden die het oplevert, die gebruik ik als het lookbook van mijn eigenlijk een doorlopende collectie. En ik denk dat ze heel toegankelijk zijn. Het zijn gewoon meiden in verschillende soorten en maten en kleuren. En ik denk dat dat gewoon heel veel andere meiden aanspreekt. Omdat het niet iemand is die onbereikbaar is. En je hebt zoiets van, dat kan ik zelf ook zijn. Ona is een fashion en lifestyle agency. Wij zitten in Amsterdam en in België. En wij bieden aan stylisten en journalisten en alle mensen binnen de fashion bieden wij collecties aan. En doen we ook een groot gedeelte desk PR. Dus het versturen van persberichten en het benaderen van pers voor events en nou ja, allerlei verschillende dingen. En als een merk bijvoorbeeld een event heeft of zij willen iets speciaals, dan kunnen wij daar bloggers voor benaderen. Om te vragen of zij misschien naar het event willen komen of dat ze er iets over willen schrijven of dat ze een item ervan zouden willen dragen of proberen. Of, nou ja, je kan het zo gek niet bedenken of we kunnen dat vragen.
En soms organiseren we ook blogger-events, dus dan op specifieke tijden. Meestal 's avonds, omdat heel veel bloggers ook nog studeren. Laten we ze bij elkaar komen om een product te testen of om hun mening te geven over iets fashion gerelateerd. Waarom bloggers? Omdat bloggers eigenlijk binnen hele korte tijd iets kunnen maken of kraken. Dus zij bepalen binnen een bepaalde doelgroep wat heel cool is en wat het niet is. Vroeger kon je alleen maar identificeren met een filmster. En nu zou je kunnen identificeren met een blogger. Ja, wat bepaalt dat een blog goed is? Ik denk de fashion feel. En vooruit kunnen kijken, de trends kunnen zien. Maar dat ook op een bepaalde manier brengen zonder dat het irriteert. Zoals het landschap er nu uitziet binnen de blogs, denk ik dat het nog wel even zal duren. Maar op een gegeven moment komt er wel een segmentatie van mensen die echt goed zijn in hun vak. En een groep mensen die toch echt alleen maar amateuristisch bloggen. Zullen heel veel meiden inspireren, denk ik. Op die blogs wordt ook wel veel gereageerd door meiden die zelf een blog hebben en dan graag gezien worden. Dus die zeggen dan eigenlijk, hey, je ziet er leuk uit en kom naar mijn blog. Maar ik denk dat er ook heel veel meiden zijn die denken van, dat is echt een gaaf outfit of dat merk, dat ken ik nog niet. En op die manier misschien geïnspireerd worden om om zelf wat meer te experimenteren met kleding of kleur. Denk ik dat bloggers invloed hebben op mode? Jazeker, ja. Je ziet bijvoorbeeld dat als een blogger een item post op een goed bezochte blog, dat zo'n item gewoon de deur uitvliegt. Dus ja, dat zie je absoluut. Ik denk dat heel veel bloggers het gewoon leuk vinden om zichzelf te uiten in de manier waarop zij dat willen doen, maar dat ze misschien helemaal niet actief op zoek zijn naar het willen veranderen van het modebeeld. Misschien meer het laten zien van het modebeeld dat er al heerst. Dus in die zin weet ik niet of bloggers enorm veel invloed hebben op het modebeeld dat er al heerst, zeg maar. Dat ze dat zouden kunnen veranderen. Maar ik denk wel dat ze een heel goede, een soort klankbord zijn voor wat er speelt.